De Gamescom is over een week alweer in Keulen. Ik en Jeffrey gaan vandaag hebben over wat Nieuwerwets voor de Gamescom gaat doen. Jeffrey, over een week is het alweer zover. Wat gaan wij precies doen op de Gamescom en wat is de planning van wie wat gaat doen? Nou, we gaan dinsdag voor het eerst naartoe. Jij en ik gaan er naartoe. We gaan naar de verschillende persconferenties van Sony en Electronic Arts. De tweede dag, de woensdag, gaat de volledige redactie mee die meegaat. En dan gaan we games checken op de beursvloer. Zoals eigenlijk altijd gebruikelijk is voor een persdag. En de laatste twee dagen bestaan voornamelijk uit bezoeken van afspraken van bijvoorbeeld Electronic Arts wederom. Sony gaan we langs. Ja, noem het maar op. Eigenlijk alle uitgevers dus, als het op games aankomt. Ja. De persdag gaat je het over, dat is woensdag. Ja. De beurs, moet je natuurlijk voorstellen dat het eigenlijk allemaal voor bezoekers is gemaakt. Maar dan kan de pers, de eerste dag, kan daar gewoon vrij op rondlopen. Wat verwacht je allemaal van zo'n grote beurs als het alleen een pers oploopt? Nou, dat wordt voor mij de vierde keer, dus ik weet eigenlijk wel wat ik ga verwachten. En dat bestaat voornamelijk uit heel veel games. Op dit moment is op nieuwewets.tv/gamescom al te zien welke games er tot nu toe zijn aangekondigd. Dat wordt de komende dagen nog aangevuld. En dan moet je vooral verwachten, eigenlijk het grootste gedeelte wat behind closed doors zichtbaar is voor de pers, staat ook op de beursvloer. Dus Assassin's Creed 3, de nieuwe Medal of Honor. Ik verwacht, het is nog niet formeel, Call of Duty, Black Ops 2, nou al dat soort games zijn er allemaal speelbaar. Ze hebben dit jaar voor het eerst, ik weet niet het precieze aantal, maar ze hebben weer een record qua stands. En dan ontbreken dit jaar, en dat is eigenlijk wel best wel bijzonder, Nintendo, Microsoft en Sega nog. Nou, je zegt dat Nintendo onderbreekt. Ik heb laatst op onze eigen website een bericht gelezen dat de Wii U toch wel in Keulen aanwezig zal zijn. Kijk je er naar uit om daarmee aan de gang te kunnen? Ja, ik heb de stukken gelezen van Wilco en ik heb met Wilco en met Romy ook gepraat over de Wii U. Ze waren verschillend enthousiast. Wilco iets minder dan Romy, maar ik denk dat ik zelf inderdaad wel echt een Wii U fan ga worden. Dus ik kijk heel erg uit om met het apparaat op zijn minst even aan de gang te kunnen. Dat is ook een van de eerste dingen die ik op woensdag gepland heb. We hebben natuurlijk ook een verdeling tussen video-items en geschreven items. Natuurlijk zal er zoveel mogelijk geschreven worden over allerlei games en natuurlijk ook de Wii U. Hoe zit het met de video-items? Wat is daar precies de bedoeling mee? En we gaan met 6 man heen, waarvan 2 man echt dedicated gaan filmen en gaan presenteren. Maar voornamelijk filmen. Daarnaast ga ik, net zoals jij, presenteren. En jij bent ook een van de 2 mensen die gaat filmen. En we gaan dagreportages opnemen, onder andere. En we proberen zoveel mogelijk interviews daar te scoren. En wat kunnen mensen dan precies verwachten van zo'n dagreportage? Nou, zo'n dagreportage komt dan dus de presentator aan bod. Dat zal veelal jij of ik zijn. Een aantal redactieleden die daar rond hebben gelopen. We gaan met hun bespreken waar ze zijn geweest, wat ze ervan vonden. Waar ze naar uitkijken bijvoorbeeld voor de volgende dag. En als laatste zullen we proberen daar ook wat actualiteit in te krijgen. Dus op de persdag zullen we wat meer aandacht besteden aan de beursvloer, want daar is dan alle ruimte. En op donderdag, als de beursvloer open gaat, gaan we proberen daar natuurlijk mooie shots van te krijgen als al die tienduizenden gamers naar binnen stormen. Nu zijn de kijkers natuurlijk benieuwd hoe ze ons kunnen volgen. Ze zullen natuurlijk up-to-date blijven met het laatste nieuws. Mm-hmm. Hoe kan dat in dit geval? Nou, dat kan op 2 verschillende manieren. Je kunt ons volgen op de social media. Uiteraard op @nieuwewetstv, maar ook op @DirkWolthuis en @JeffreyGeel, onze eigen Twitter-accounts. Daarnaast gaan we de website natuurlijk volledig bijhouden. Op de persconferentiedag gaan we daar live bloggen. En op de dagen zelf kunnen ze gewoon de website in de gaten houden voor al het nieuws vanaf de beursvloer. Die onder andere door de redactie thuis natuurlijk ook wordt aangevuld.